Arnoud, als jij nou thuis radio luistert, hoe doe je dat? Ja, ik doe dat meestal via mijn mediabox. Dan ga ik naar de radiokanalen toe, dus ja, digitaal. De digitale box inderdaad. Ja. Ja. Nou, mocht je nou luisteren via radio die is aangesloten op de kabel... dan hoor je in grote delen van Flevoland over een maand helemaal niks meer. Alleen nog maar ruis komt er dan uit je speakers. Nou, dat is toch ook helemaal niet leuk? Nee. Kabelbedrijf Ziggo die stopt op 17 augustus namelijk met het aanbieden van het analoge radiosignaal via de kabel. Wil je dan blijven luisteren, dan moet je actie ondernemen. En dat geldt voor iedereen in Flevoland, met uitzondering van Urk en de Noordoostpolder. Ja, we hebben in de uitzending Gerjan van der Laan van Vodafone Ziggo. Meneer van der Laan, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Ja, we hebben het dus over radio's die met een kabel verbonden zijn op een aansluitpunt in je muur, hè? Ja, klopt helemaal. Dus het gaat eigenlijk om radio's die zijn aangesloten met de kabel, hè? Dus naast je stroomkabel een coaxkabel. En meestal zit het aansluitpunt in de muur waar eigenlijk ook je tv en je internetsignaal uitkomt. Ja, geldt het alleen voor het radiosignaal? Blijft televisie nog wel gewoon via het ouderwetse signaal binnenkomen? Zeker, dat blijft gewoon. We bieden eigenlijk ook al digitaal radio aan, hè, via diezelfde kabel. Ja. Dus het gaat echt specifiek om het analoge gedeelte op die kabel. Duidelijk. Maar de rest blijft gewoon zoals het is. Maar waarom stoppen jullie er eigenlijk mee met het analoge signaal? Want er zijn nog heel veel mensen die het gewoon op de, nou zeg maar even tussen haakjes, ouderwetse manier doen. Ja, wij kijken eigenlijk naar de audiomonitor. Hè. Dat is een onderzoek wat eigenlijk al aangeeft dat 95% van alle Nederlanders al op een andere manier luistert dan analoog via de kabel. Dus het is eigenlijk nog maar een kleine groep die er naar luistert. En we geven het nu op twee manieren al door. Dus we doen het eigenlijk nu dubbel. Dus we doen analoog en digitaal. En doordat we naar 1 gaan, dus volledig digitaal, maken we ruimte vrij op het netwerk. Waar we dus in de toekomst ook weer hogere internetsnelheden mee mogelijk maken voor onze klanten. Ja, u zegt het eigenlijk al een beetje, er zijn natuurlijk al andere manieren. Maar ja, zijn er nog andere manieren om te blijven luisteren? Want ook als je dat bijvoorbeeld niet hebt, dat digitale signaal. Ja, nee zeker. Er zijn eigenlijk verschillende alternatieven. Dus als je volledig overstapt op digitaal, hè, dan kan je dat, nou, zoals... die je net ook al aangaf in de uitzending, dat doen via je televisie of via je mediabox. Mm-hmm. De meeste klanten van ons hebben vaak ook al een mediabox thuis. Dus die kunnen gewoon al met dat kastje radio blijven luisteren. Of je doet het via de digitale radioontvanger. Die bieden wij aan tegen een kostprijs van €50. En die wordt dan echt eigendom van de klant. En die kun je tussen je stereo-installatie zetten en onze kabel. En dan kun je ook blijven luisteren. En dan hebben we nog een kosteloos alternatief. Dus voor klanten die via de ether willen blijven luisteren naar FM-radio. Mm-hmm. Dan kun je eigenlijk bij onze winkels, onze Vodafone Ziggo winkels... of via onze webshop kosteloos die antenne aanvragen of bestellen. Oh. Ja, dan kun je dus, want veel mensen hebben ook nog gewoon een ouderwetse tuner. Ja, precies. Op zich heel goed geluid geeft. En die zeggen, ja, wat moet ik dan nu? Ja. Maar daar zijn dus opties voor. Zeker, ja. Nou is het zo dat op Urk en in Noordoostpolder, we zeiden het net al eventjes, er voorlopig nog niks verandert. Gaat dat op een later moment dan alsnog wel gebeuren? Ja, we gaan heel Nederland omschakelen naar volledig digitaal. Dus dat doen we dit jaar nog. Dus Urk en Noordoostpolder die volgen ook. Maar daar krijgen onze klanten gewoon netjes ongeveer 4 tot 5 weken van tevoren of een brief of een e-mail over wat ze moeten doen. Dus die hebben dan nog ruim de tijd. Maar je zegt net ook van, we gaan ruimte vrijmaken op het net om hogere snelheden te krijgen. Nog hoger vraag ik me dan af. Maar misschien ook meer beeldkwaliteit dan ook. Dan kunnen mensen eindelijk om op Flevoland niet in SD, maar in HD gaan kijken. Is dat misschien ook een voordeel daarvan? 4K zelfs. Ja. Ja, we zijn natuurlijk altijd voorstander van de beste kijkervaring voor onze klanten. Dus dat wordt zeker intern onderzocht. Alleen heeft dat een iets andere aanleiding. Dus dat is niet zozeer de analoge radio, maar dat is een bepaalde formaat. Hè? Dus wij zenden nu videosignalen uit in MPEG2 formaat, heet dat dan. Dat is een beetje technisch. En dat gaan we omzetten naar MPEG4. En dat zorgt er ook voor dat we ruimte krijgen om in de toekomst meer HD, meer 4K of meer interactieve televisie aan te bieden. Nou, dat zou wel fijn zijn, want dan zien de mensen ook hoe wij er echt uitzien. Ja, absoluut. Ja, goed. Ja. Gerjan van der Laan van Vodafone Ziggo, hartelijk dank voor de uitleg.